Hallo allemaal, ik ben juf Maxime en ik ga over de wereld praten. Maar eerst gaan we over de datum. Het is 3 april, het is vrijdag en het is windig. En het is 9 uur. Dus nu gaan we over de wereldmap. Dus in China was de coronavirus begonnen. Maar als jullie het niet weten waarom de coronavirus in China was eerst. Dus omdat mensen in China eten allemaal van dingen. En sommige dieren hebben de virus. Dus dan eten het mensen dat. En dan krijgen ze de virus. En dan zijn er ook mensen in Nederland naar China geweest. Dus ze gingen naar China en toen moesten ze daar blijven. En hier is Nederland. Zo klein. En de Nederlandvlag is daar. En mijn ouders waren geboren in Filipijnen. En Filipijnen is helemaal hier. En ze gingen naar Filipijnen, helemaal naar Nederland. En dat is heel ver. En je moet thuis blijven, want anders misschien krijg je de coronavirus. En je moet altijd je handen wassen. En als je kinderen mee gaat nemen naar buiten, meer dan 2, dan moet je een soort zo lang van elkaar zijn. Maar als je 2 mensen naar buiten gaat, dan mag dat. Dan mag je gewoon naast elkaar of zo. Dus dag allemaal!